een nieuwe laadkabel maken. Vandaag ga ik een nieuwe laadkabel maken, eigenlijk vooral omdat dit ding veel te groot is. Het is een driefase kabel van 4 meter. En ik heb bekeken om dit door te knippen en aan te passen. Maar dan bleek al snel dat de connectors die hierin zitten, dus dat werkt met pinnen. Je ziet het dan een beetje, daar zitten pinnen in. En die pinnen kunnen daaruit nemen, maar de kabels zelf zijn gekrompen vast op de pinnen bij dit systeem. Dus dat betekent dat ik ofwel die pinnetjes afzonderlijk moet vinden, ofwel een volledig nieuw pistool moet aankopen. Dat nieuwe pistool, zo dit type, heb ik opgezocht en dat was 100 euro voor zo. Voor één kant, dus dan had ik al 200 euro voor de twee pistolen, had ik nog geen kabel. Wat ik wel gezien heb, is dat je dit soort pistolen in China kunt kopen voor 50 euro, rond de 50 euro. Maar dan heb je natuurlijk nog wel zo'n hydraulische krimptang nodig. Die kabel hoeft zo dik niet te zijn. Dus ik zou zo, ja, ik heb hier, kijk, dit is de kabel, die heb ik bij Conrad besteld. Je ziet verschillende kabel, dit is maar half zo lang, dus ik heb maar 2 meter nodig en denk zelf dat minder dan 2 meter, 1 meter en een half zou misschien ook al genoeg zijn. Die laadpas staat meestal van voor bij de parking, dus dat is niet optimaal. Maar met een motor die kun je parkeren en draaien en doen totdat je eigenlijk vlak naast die laadpas staat. Dus dan kun je met 2 meter hebben meestal zeker genoeg. Plus dat het ook een veel dunnere kabel is, dus lichter en dunner. Typisch voor stopcontacten gebruik je 2,5 en voor verlichting gebruik je 1,5. Dit is de 1,5, terwijl dat dit die 2,5 is, dus die veel dikkere kabel. Hier, dus dit zijn de pistolen. Die komen met instructies. En die waren ook 50 euro per stuk, of het was 60 denk ik per stuk. Ik denk dat 50 euro zonder btw was, iets in die zin. Maar het goede aan deze is dat er dan ze niet meer van die gekrompen, geknelde dingen koppeling zit, maar dat ze gewoon met schroefjes werken. Dus je kunt ze, zoals bij stopcontacten en zo, kunt ze vastschroeven en losschroeven als je de kabel terug wilt inkorten of een andere kabel wilt gebruiken. De dingen die erbij zitten, dus je hebt het pistool zelf, een rubberen dop voor erop om te voorkomen dat er vuil in komt. Ik denk dat die twee zijn, hè, quasi dezelfde vorm. Hè. Nee, het zijn andere mallen ook duidelijk. Deze hebben ingegoten rubber, deze niet. Wat er bij die dingen bij zit, dat zijn de instructies, zodat je weet waar dat welke kabel moet. En er zit ook hier, er zitten twee weerstanden bij, want dit pistool op zich, de manier waarop dat de laadpaal weet hoeveel stroom dat erop gezet mag worden, dus dat is eigenlijk afhankelijk van uw kabel vooral, hè. Maar de configuratie zit in die twee pistolen aan de hand van een weerstand die op een van die twee kleine pinnetjes, ik zou moeten kijken welke, maar het staat hier allemaal duidelijk op ze. Op een van die twee kleine pinnetjes zit er een weerstand van, ofwel is het 680 ohm en dan is het een 16 ampère kabel, ofwel is het een weerstand van 220 ohm en dan is het een 32 ampère kabel. En dat zijn die twee weerstanden die je erbij krijgt hier. En dan zitten hier nog drie van die, ja, wat zijn dat, een soort van beschermdingsjes voor uw kabel. Dat uw kabel hier niet breekt. Dat als je het aan elkaar klikt, want er zitten geen retaining clips of zo in. Het is gewoon pas zodanig mee aan elkaar dat het moeilijk uit elkaar krijgt. Dus het is ratio elektrisch is blijkbaar. Dat zal het merk zijn. Bij Zero heb je eigenlijk je hebt drie opties. Ofwel heb je de standaard SRF en dan heb je op de eerste fase 1 3 kW lader. Ofwel heb je de premium versie. Dan heb je op de tweede fase nog een extra 3 kW lader. Voor 6 kW in totaal. Ofwel heb je dan de premium met nog een laadtank in optie als extra optie. En dan zit er op de derde fase, dan pas worden eigenlijk al drie de fasen gebruikt. Dan zit er op de derde fase een 6 kW lader, dus een iets zwaarder lader voor 12 kW in totaal. En daarom heb ik bij die kabel dan voor de derde fase twee aders samengenomen. Voor de rest zag je dat ik die nog gesoldeerd heb, die topjes. En er staat op elke ader een nummering, dus zo kun je de verschillende aders van elkaar onderscheiden. En dat rood stukje, die lus hier, is die weerstand die met de aarding verbonden is. En dat is voorlopig het resultaat, dus de kabel die ik zelf gemaakt heb. Ja, ik heb hem voorlopig nog gewoon dichtgeplakt. Er zitten schroeven bij,
Maar ik ga hem eerst gaan testen vanavond en dan pas ga ik hem dichtschroeven. Ik ga nu gaan testen ze. Deel van die laadpaal staat letterlijk aan de kerk. Hier, ik heb volgens mij twee. Ja, hij heeft twee prizes, maar één parkeerplek. Dat is wel wat vreemd. Ah nee, daar is de andere parkeerplek. Gaan zien, hè. Ja, ik heb nu toch mijn andere laadkabel niet mee. Moest het zijn dat dat systeem niet werkt, dan kan ik altijd nog gaan testen in Zarlar dingen. Groen lichtje, dat ziet er al goed uit. Ik ga me even omkeren, want het gaat net niet. Ik heb me gewoon een klein beetje dichter gezet. Ik doe nog niks, maar ik moet mijn badje eerst gebruiken normaal. Ah, het is een ander systeem. Het is niet met badge, maar met een code. Het is een euro voor 30 minuten, dat is duur ook. Ja, dus het is uiteindelijk gelukt. Hij is aan het laden aan volle snelheid. 5,7 is wat hij eruit krijgt met een 6 kW lader. Maar het ging niet direct. Ik heb gewisseld van poort onder andere. En eerst ging het altijd van oké naar fout. Gewoon door te veranderen van volgorde kreeg ik hier dat vreemde kaderke. Wat dat gewoon een fout is in de firmware, denk ik. Maar dan is hem wel in wacht gegaan. Hier dat wachticoontje. En uiteindelijk is hem wel beginnen laden, dus ik heb echt moeten... Ik ga hem even laten laden, ik ga straks nog een keer opnieuw proberen, maar de kabel zal dus wel oké zijn. Het is gewoon de volgorde die wat specifiek is. Ik ben sowieso naar Zarlar dingen moeten komen, want die andere was met een sms-code. Maar ik krijg altijd de foutmelding dat de code niet... wat de zone niet herkend werd. Ik dacht eerst dat het aan de nummerplaat lag. Ik heb verschillende geprobeerd. Ik ben er niet geraakt. Even aan het zien. Een beetje verder is een pokestop.